Ik denk niet dat er een ritueel bestaat waar zoveel mensen aan meedoen als de maand Ramadan of als het vasten in het bijzonder. We zien miljoenen mensen wereldwijd, ongeacht hun huidskleur, hun taal die ze spreken, hun status, hun rijkdommen. Miljoenen mensen wereldwijd die allemaal hetzelfde doen, namelijk hun lichamen onthouden van eten en drinken. Niet omwille van iets van het wereldse, maar omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Dat laat zien dat wij als ummah de potentie hebben om te verenigen. Dat wij als ummah de potentie hebben om als één geheel te opereren. Dat wij als ummah de potentie hebben om de krachten te bundelen. Dat die eenheid waar de Koran over spreekt, een realiteit kan worden. Miljoenen mensen, bijna 2 miljard moslims doen mee aan het vasten. En dat laat zien, geliefde broeders en zusters, dat Allah azawajalla ons heeft voorzien van iets wat geen enkele andere gemeenschap heeft. Dat wij op hetzelfde moment stoppen met eten en hetzelfde moment beginnen met eten. Geen seconde eerder of welke beslissing een individu ook kan nemen. Iedereen doet er mee zoals Allah azawajalla dat heeft gewild. Vandaar dat ik het belangrijk vond om vandaag even stil te staan bij het concept eenheid. Wat betekent dat? Wat betekent dat voor ons als gelovigen? Betekent dat we geen meningsverschillen mogen hebben? Betekent dit dat we allemaal dezelfde denkwijze en mentaliteit moeten hebben? Betekent dit dat we allemaal hetzelfde niveau in onze dien, in onze iman, in onze ontwikkeling moeten hebben? Of betekent eenheid iets anders? Allah Azza wa Jalla herinnert ons aan eenheid en hij zegt in de Koran: "Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi'ni'matihi ikhwana." Allah Azza wa Jalla herinnert ons aan het feit dat die eenheid, dat die saamhorigheid, dat die broederschap niet gerealiseerd is door jou of door mij. Het is een geschenk, het is een gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. Ni'matallahi 'alaykum. Het is een gunst voor jullie en aan jullie geschonken. Waarom? Want daardoor worden jullie als umma sterker. Daardoor kunnen jullie als gemeenschap vooruitkomen. Daardoor kunnen jullie als umma verder ontwikkelen. Juist door die eenheid die Allah Azza wa Jalla ons heeft gegeven. In kuntum a'da'an, jullie waren voorheen zoals het geval was van Oost en Khazraj, twee stammen in de tijd van de profeet, die hadden jarenlang ruzie. Sterker nog, ze hadden zelfs oorlogen onderling. De een doodt de ander. Maar subhanallah, met de komst van de islam is die vijandigheid direct verdwenen. Die vijandigheid werd meteen verwijderd nadat ze de islam hebben omarmd en la ilaha illallah hebben uitgesproken. Terwijl ze voorheen vijanden van elkaar waren, alle pogingen die destijds werden gewaagd om ze samen te brengen, faalden. Behalve met de islam. Op het moment dat ze moslims werden, werden ze één groter geheel. En Allah Azza wa Jalla herinnert hen aan deze kracht. En hij zei: "Wadhkuru ni'matallahi 'alaykum idh kuntum a'da'an fa'alafa." Wie heeft dat gedaan? Allah Azza wa Jalla heeft jullie harten bij elkaar gebracht. Met wat? Met de islam. "Fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi'ni'matihi." En jullie zijn met de gunst van Allah ikhwana. Jullie zijn broeders van elkaar geworden. En dat is echt iets om trots op te zijn. Iets niet alleen maar om trots op te zijn, we moeten daar dankbaar voor zijn. En wij moeten de verantwoordelijkheid dragen om daarover te waken, dat we dat gaan beschermen. Want een van de zaken die wij doen als het gaat om de gunst die Allah Azza wa Jalla ons heeft gegeven, is dat we erover gaan waken. Dat we het gaan beschermen. Dat we het als iets kostbaars gaan beschouwen. Dat we niemand toelaten om tussen ons te komen. Dat we dat ook niet accepteren, ongeacht de verschillen die wij als individuen of als groepen kunnen hebben. Dat we het niet toelaten dat iemand tussen ons komt, waardoor we elkaar slecht gaan behandelen, of slecht gaan bejegenen, of over elkaar gaan praten, of over elkaar gaan roddelen, of elkaar onrecht aandoen, op welke manier dan ook. Want die broederschap en saamhorigheid is een geschenk van Allah subhanahu wa ta'ala.
En een van de zaken die wij moeten doen op het moment dat wij over geschenken spreken, is dankbaarheid. En dankbaarheid kan alleen maar getoond worden door het te beschermen, erover te waken. Want geloof me, het is eenvoudig om een geschenk te krijgen. Het is eenvoudig om begunstigd te worden. Maar wat wel een uitdaging is, is om erover te waken en om het te beschermen. En daarom is het een individuele taak. Een individueel plicht van iedere moslim. Van mij, voor jou, van iedereen die deze woorden hoort, is het een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan die eenheid van umma. En elke weg die naar meer verderf, verdeeldheid, intolerantie binnen de moslimgemeenschap, elke weg die ernaar leidt, moet vermeden worden. Want Allah Azza wa Jalla heeft ons op verschillende manieren aangespoord. Sterker nog, heeft ons aanbevolen om als één geheel te opereren en als één lichaam te zijn. De profeet alayhi salatu wassalam zegt in een mooie overlevering. Hij zegt dat deze umma, dat deze gemeenschap, al-mu'minun, de gelovigen die deze umma vormen, zijn in hun manier van omgaan met elkaar. Fi tawaddihim wa tarahumihim. In de manier waarop ze met genade en barmhartigheid met elkaar omgaan. Kel jasadil wahid, zijn net als één lichaam. Idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal-humma. De profeet sallallahu alayhi wasallam zegt: één umma is net als één lichaam. En we moeten dat niet alleen maar horen als een sprookje of als een paar woorden die ooit zijn uitgesproken. We moeten erover nadenken: wat bedoelde de profeet alayhi salatu wasallam met één lichaam? Kel jasadil wahid. Met andere woorden, je bent niet los te koppelen van elkaar. Je kan niet zeggen, mijn hand gaat ene kant en mijn voet gaat de andere kant. Kan niet. Je dient als één geheel samen bij elkaar te blijven. Op het moment dat een deel verwijderd wordt, dan betekent dat gedeelte ziek is, niet bij je lichaam hoort. Of sterker nog, jouw lichaam verder kan besmetten, waardoor het hele lichaam gevaar oploopt. Maar in essentie zou je als één lichaam moeten opereren. En wat de profeet ook zegt, kel jasadil wahid, je hoeft niet per se hetzelfde te zijn. Want een hand lijkt ook niet op een voet. Een voet lijkt ook niet op een oog. Een oog lijkt ook niet op een oren. Oren lijken ook niet op je hoofd, op je mond, op je neus. Met andere woorden, elke onderdeel heeft zijn eigen functie. Elke ledemaat van het menselijke lichaam heeft zijn of haar eigen functie hier op aarde. Dus je hoeft niet per se hetzelfde te zijn. En dat is bijzonder en fascinerend aan dat vers in Surat Ali Imran. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. Die eenheid is een redding. Is een redding van wat? Van het helle vuur. Als we Surat al-Fatiha reciteren, lezen we dat in enkelvoud of meervoud? Zeggen we in Surat al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin of Malik Yawmiddin in riwayat Nafi'a, Iyaka na'budu of Iyaka a'budu, Iyaka na'budu, wij aanbidden u, O Allah, alleen u aanbidden wij, O Allah, Iyaka nesta'in, gezamenlijk doen we dat, u vragen we om hulp, als gemeenschap, als groep en niet als individu. Ihdina as-sirat al-mustaqim, leid ons tot het rechte pad. Niet leidt mij tot het rechte pad. Sirat al-ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim wa al-dallin. Dus het is belangrijk om te beseffen dat eenheid een plicht is. Dat daarover waken een individuele plicht is. Dat iedere moslim daaraan zou moeten bijdragen. Allah Azza wa Jalla zegt dat in de Koran. Als wij verdeeldheid creëren, als we moslims en gelovigen uit elkaar halen, dan dragen we aan iets bij wat Allah Azza wa Jalla niet wil. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran, innama al-mu'minuna ikhwa. Punt. Innama al-mu'minuna ikhwa. De gelovigen zijn elkaars broeders. Op welke manier dan ook. Ongeacht de meningsverschillen die ze hebben. Het gaat erom dat het een broeder is van jou in de islam. De islam maken we geen onderscheid tussen kleuren. Die is zwart of die is wit. Innamal mu'minuna ikhwa. Punt.
Op het moment dat iemand jou de hand van je dochter komt vragen en je weigert hem vanwege zijn huidskleur, dan draag je bij hem iets wat de islam niet wil, wat Allah azza wa jalla niet wil. Innama al-mu'minuna ikhwa. Op het moment dat je de ander verkettert of uitsluit of roddelt over iemand, terwijl diegene net een andere interpretatie heeft of net naar een andere tekst op een andere manier heeft gekeken, of een mening van een geleerde volgt en je verkettert hem en je praat slecht over hem alleen maar omdat hij anders denkt, dan draag je bij hem iets wat Allah azza wa jalla niet wil. Want Allah zegt innamal mu'minuna ikhwa. Iemand kan tegen mij zeggen, maar er zijn ook moslims die verkeerde dingen doen. Er zijn ook moslims die foute dingen doen. Er zijn ook moslims die verkeerde dingen verkondigen. Ja, en daar zegt Allah azza wa jalla over in de Koran innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Als er iets veranderd moet worden, doe dat op de beste wijze. Doe dat met een goed woord. En niet door te roddelen. Niet door slecht te praten. Niet door allerlei nieuwsberichten over diegene in de wereld in te helpen. Innama al-mu'minuna ikhwa. Draag bij aan het shijnen, zoals ze zeggen, van jouw eigen broeder. En niet omlaag krijgen van je eigen broeder of zuster. Want Allah zegt, innama al-mu'minuna ikhwa. Ik draag graag bij aan iets wat de umma bij elkaar brengt. En niet wat de verdeeldheid tussen de gelovigen creëert. En als er iets gecorrigeerd moet worden, dan moet ik dat op de allerbeste wijze doen. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. En vrees Allah Azza wa Jal. Dat is wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Want dit is waardevol, dat is iets groots. De umma heeft de top niet zomaar bereikt. In de tijd van de metgezellen en in de tijd van de tabi'in. En in de tijd van Khulafa al-Rashidun. De umma heeft niet zomaar de top bereikt. De umma had de top bereikt vanwege de eenheid, vanwege de saamhorigheid. Niemand die tussen hen kon komen. Op het moment dat de vijanden van de islam wel inslaagden om tussen de moslims te komen, viel de islamitische staat. Niet vanwege gebrek aan kennis, want moslims waren de top in wetenschap. Niet vanwege gebrek aan geld of aan bezittingen. Kijk naar de moslimlanden vandaag de dag, zijn de rijkste landen ter wereld. Wat ontbreekt? Wat ontbreekt is die eenheid. Is die saamhorigheid. Is die broederschap. Iedereen leeft in zijn eigen, op zijn eigen eilandje. Iedereen wil zijn eigen ideeën dominant laten zijn. Dit is de haq. Dit is de waarheid. En iedereen die hiervan afwijkt is dwalend. Is mubtadi', is fasiq, is daal. Behoort niet tot de groep van Ahlus Sunnah wal Jama'a. فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Dat andere vers in de Koran, waarin wij als gelovigen worden aangespoord om vast te houden aan de basis. Wat is de basis? Dat is de Koran. De basis is de Sunnah van de profeet alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jalla zegt in de Koran, وَاَعْتَصِمُوا. En i'tisam, het woord i'tisam heeft een hele andere connotatie, een hele andere betekenis dan alleen maar vasthouden. Wa'tasimu, op het moment dat je i'tisam doet, dan ga je ergens vast aan vasthouden. Niet alleen maar zomaar vasthouden, niemand die jou daarvan kan weerhouden. Met andere woorden, je doet uiterst je best om daaraan vast te klampen. Allah azza wa jalla zegt, wa'tasimu, hou vast aan wat? Aan Allah's taal, aan de Koran. واعتصموا بحبل الله جميعا. Vervolgens zegt Allah Azza wa Jalla, allemaal. Doe dat allemaal, want dat is jullie basis. واعتصموا بحبل الله جميعا. En kijk wat de Koran zegt. Bijzonder. Hij zei, ولا تفرقوا. En splits niet op. De Koran zei niet, ولا تختلفوا. De Koran zegt niet, je mag geen meningsverschillen hebben. De Koran zegt niet, je mag niet anders denken. De Koran zegt niet, je mag geen andere overtuiging hebben. De islam zegt, splits niet op. Ga niet uit elkaar. Ga niet elkaar als vijand behandelen. Omdat je een andere mening hebt. Omdat je een andere visie hebt. Of omdat je een andere kijk hebt op zaken. وَلَا تَفَرَّقُوا. En daarna zegt Allah Azza wa Jalla dat vers wat we eerder hebben aangehaald. وَذْكُرُوا. Want denk aan hoe jullie voorheen waren. Jullie waren kleine groepjes. Jullie waren vijanden van elkaar. En Allah heeft jullie verenigd met wat? Met de islam. We zeggen allemaal, La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Op het moment dat iemand dat uitspreekt, dan is hij jouw broeder. Dan dien jij je verantwoordelijkheden te dragen jegens hem of haar. Om hem of haar te helpen. Om hem of haar te steunen. Om hem of haar op welke manier dan ook
te adviseren, te stimuleren, te motiveren om vooruit te komen en om dichter bij Allah Azza wa Jalla te komen. Met harde woorden, met schelden, met beschuldigingen, met negatieve uitingen gaat dat niet lukken, want daardoor creëer je alleen maar meer vijandigheid. Je creëert meer afstand tussen jou en medebroeders. Terwijl Allah in de Koran zegt: "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd." Niet asdiqa'u ba'd. Niet akhilla'u ba'd. Awliya'u ba'd. Zijn elkaars boezemvrienden, zijn elkaars helpers, zijn elkaars hulpmiddelen. Alles wat je maar kunt bedenken zou je onder dit woord awliya' kunnen scharen. Awliya'u ba'd. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Die elkaar tot het goede aansporen en elkaar herinneren aan het slechte om daarvan af te wijken, om daar afstand van te nemen. Adviseren doe je op een hele andere manier. Allah zegt het in de Koran: "Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr." Het tawasi dient van beide kanten te komen. En niet alleen maar jezelf als superieur verklaren. Ik ben beter. Ik weet het altijd beter. Mijn mening is de waarheid. Mijn mening is de haq. En ik ga jou vertellen hoe het moet. Ik ga jou vertellen wat de waarheid is. Ik ga jou vertellen welke weg je moet bewandelen. Ik ga jou vertellen welke interpretatie jij moet aannemen. Ik ga jou vertellen welke geleerde je wel of niet moet vertrouwen. Dat ga ik jou allemaal vertellen, want ik weet het beter als jij. Zelfs de metgezellen deden dat niet. Zelfs de metgezellen deden dat niet. De metgezellen hadden ook meningsverschillen. De metgezellen hadden ook andere kijk op zaken. Tussen elkaar. Maar hoe gingen ze ermee om? Kijken we naar, laten we kijken naar dit voorbeeld. Waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam de metgezellen opdracht geeft die onderweg waren. Naar Bani Qurayza, een stam. Hij zei tegen hen: "La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Qurayza." Met andere woorden, jullie mogen Asr pas bidden als jullie in Bani Qurayza zijn. Maar in Arabische taal kan deze uiting, kan deze uitspraak verschillende betekenissen hebben. Soms kan je dat letterlijk interpreteren en soms kan je het figuurlijk interpreteren. En dat gebeurde ook in de tijd van de profeet alayhi salatu wassalam. De ene groep zag het als meer als motivatie. Ze zeiden nee. Allah Azza wa Jalla zegt in de Koran: "Inna salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta." Wij dienen op vastgestelde tijden te bidden. Wat de profeet net bedoelde was niet: jullie moeten daar fysiek op locatie pas het gebed verrichten. Hij stimuleerde ons, hij motiveerde ons om te haasten, om zo snel mogelijk daar te arriveren. Maar als dat ons niet gelukt, dan moeten wij alsnog op tijd bidden. De andere groep zei nee, ik ga de woorden van de profeet sallallahu alaihi wasallam letterlijk interpreteren. Hij zei daar, dan ga ik hem ook daar gehoorzamen en ik ga pas daar bidden. Toen ze bij de profeet aankwamen, hadden ze een meningsverschil. Want de een heeft het zo geïnterpreteerd en de ander had het zo geïnterpreteerd. En ze kwamen bij de profeet sallallahu alaihi wasallam, denkende dat iemand van hen gelijk zou moeten hebben. En ze kwamen bij de profeet alayhi salatu wassalam. En eerst, hij luisterde naar de eerste persoon. En hij zei tegen hen: "Dat is correct." En hij luisterde naar de tweede persoon. En hij zegt: "Dat is correct." Dit is de manier waarop de profeet met meningsverschillen tussen de metgezellen omging. Over een van de meest essentiële zaken in onze dien. En dat is het gebed. De een had het zo geïnterpreteerd en de ander had het zo geïnterpreteerd. De profeet leerde hem om te beseffen en om te realiseren dat we in onze dien een ruimte hebben om meningsverschillen te hebben. Ikhtilafu ummati rahma. Meningsverschillen is een genade, is een barmhartigheid van Allah subhanahu wa ta'ala. Want het gaat om dat de umma zich inspant om de woorden van Allah op de correcte wijze te interpreteren en te begrijpen. We hebben geen autoriteit na de profeet sallallahu alayhi wa sallam die de volledige waarheid kan claimen. Geen autoriteit. Alles wat na de profeet alayhi salatu wassalam komt, als het gaat om uitleg en interpretatie, is mensenwerk, is niet heilig.
is niet heilig. Wat heilig is, is de Koran en de Sunna, de interpretatie van mensen, blijven interpretaties van mensen. Inderdaad, met veel kennis, met bepaalde middelen en instrumenten die vele anderen niet hebben. Maar het blijft een mensenwerk. We moeten mensenwerk nooit heilig verklaren. Dit is de waarheid en de rest is fout. De rest klopt niet. De rest is dwalend. Dus geliefde broeders en zusters, de Koran spoort ons aan om niet alleen maar vast te houden aan die eenheid en die saamhorigheid, maar ook om de verschillen te accepteren. Allah Azza wa Jalla zegt het volgende in de Koran: "Wa min ayatihi khalqu as-samawati wal-ardi wa ikhtilafu al-sinatikum wa alwanikum, inna fi dhalika la-ayatin lil-alamin." Het behoort tot de tekenen van Allah Azza wa Jalla dat wij niet hetzelfde zijn. Niet in onze uiterlijke, niet in onze manier van denken. Niet in onze talen. Iedere persoon spreekt op zijn eigen manier. Iedereen uit zijn emoties op zijn eigen manier. We hebben allemaal verschillende denkniveaus. De een is wat intelligenter dan de ander. Zo heeft Allah Azza wa Jalla ons geschapen en gecreëerd. We kunnen ook de Koran en de Sunna op verschillende manieren begrijpen en interpreteren. Want de mensen zijn ook verschillend. Allah Azza wa Jalla zegt, dit is een van de tekenen van Allah subhanahu wa ta'ala. Maar om die verschillen te managen, is het heel belangrijk om deze te kanaliseren. We moeten niet zeggen, we mogen meningsverschillen hebben, dus dat betekent, iedere individu heeft het recht om de Koran en de Sunna op zijn eigen manier te interpreteren. Dit is niet wat hiervan begrepen dient te worden. De Koran en de Sunna zijn bronnen. We noemen het al-adillatu shar'iyya. Het zijn bewijzen. Het zijn bronnen die wij dienen te bestuderen. En het is altijd goed om als gelovige de Koran open te slaan, om inspiraties uit de Koran te halen. Maar op het moment dat wij de stap willen zetten, op het moment dat we een poging wagen om te oordelen, met andere woorden, om met oordeels te komen, om te zeggen, dit is halal, dit is haram, dit is makroh, dit is mubah, of dat is een sunnah, of mendoob, of wat dan ook, dan moeten wij beschikken over een aantal elementen, over een aantal instrumenten om dat te kunnen doen. Ze noemen het in onze sharia, adawatul istinbat. Adawatul istinbat, wat zijn dat? Dat zijn alsof je gereedschappen nodig hebt om iets te kunnen neerzetten. Op het moment dat je over die gereedschappen beschikt, dan heb jij het recht om te zeggen, ik luister niet naar geleerde A, ik luister ook niet naar geleerde B, ik ga zelfstandig de Koran en de Sunna behandelen en bestuderen. Want om een voorbeeld te geven, heel veel mensen verketteren elkaar. Heel veel mensen sluiten elkaar uit. Sterker nog, ze behandelen elkaar vijandig vanwege meningsverschillen in al-aqida. De een zegt, dit is een Ash'ari, dit is een Maturidi, en wij behoren tot Ahl Sunna wal Jama'a. De ander zegt, nee, wat Mashairi en Maturidi? Wij zijn van de Salafi-aqida en de rest is dwalend. En je hoort van alle groepen extremisten die precies hetzelfde zeggen over de andere groep. En waar gaan die meningsverschillen over? Gaan die meningsverschillen over de essentie van de goddelijkheid? Van de essentie van Allah subhanahu wa ta'ala? Gaan die meningsverschillen of één of meerdere goden bestaan? Gaan die meningsverschillen over de profeetschap van de profeet alayhi salatu wassalam? Gaan die meningsverschillen over de eigenschappen van Allah azza wa jalla? Nee. Al denken heel veel mensen dat dat wel het geval is. De meningsverschillen die wij binnen Ahlus Sunnah wal Jama'a hebben, gaan niet over de eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. Want iedereen gelooft in die eigenschappen van Allah azza wa jalla. Iedereen erkent ze. De misverstanden, misconcepten, en soms durf ik ze ook de leugens te noemen, die over andere groepen worden verspreid, dat ze niet in bepaalde eigenschappen van Allah Azza wa Jalla zouden geloven, of bepaalde eigenschappen zouden ontkennen, klopt niet. En ik dacht iedereen uit om met specifieke bronnen te komen, waarin Asha'iriya of Maturidiya de eigenschappen van Allah Azza wa Jalla ontkennen. Ga je niet kunnen vinden waar de verschillen over bestaan, zoals een van onze shuyukh, mocht Allah Azza wa Jalla hem behouden, Sheikh Mustafa Bouhiawi heel mooi zegt. Hij zegt, het is meer een terminologische discussie.
Welke termen gebruik je? En hoe interpreteer je bepaalde termen? Maar alle moslims zijn het over eens over de specifieke eigenschappen van Allah subhanahu wa ta'ala. En iedereen erkent ze, zeker als ze in de Koran of in de Sunna voorkomen. Niemand die ze ontkent. En daarom geloven we dat al die drie groeperingen binnen de moslims tot Ahl Sunna wal Jama'a behoren. Van Asha'ira tot Maturidiyah tot Ahl al-Hadith of Ahl al-Athar of al-Hanabila of welke naam je ze ook geeft. Allen behoren tot Ahl Sunna wal Jama'a, ondanks de verschillen die ze onderling hebben. Dus op het moment dat je zegt, al-Asha'ira behoren niet tot Ahl Sunna wal Jama'a, dan zeg je daarmee dat de overgrote meerderheid van geleerden door de geschiedenis niet door tot Ahl Sunna wal Jama'a behoren. Je zegt dat de dag van vandaag, al-Asha'ira en al-Maturidiya, ruim 95% van de umma vertegenwoordigen. Daarmee zeg je, de overgrote meerderheid van de umma is dwalend en behoort niet tot Ahl Sunna wal Jama'a. De meningsverschillen dient gemanaged te worden. Meningsverschillen binnen specifieke vakgebieden, of het nou een fiqh is, of een aqida, of welke vakgebied dan ook, het dient binnen de kaders van de wetenschap te blijven. En mensen die over die tools, over die gereedschappen beschikken, mogen daarover in gesprek gaan. Mogen daar discussie daarover voeren. Maar de leken, met alle respect, en ik hoor daar ook bij, de leken zoals wij, zouden zich niet moeten bezighouden met zaken waar grote geleerden, waar topgeleerden zoals imam Ibn Taymiyyah, zoals imam Al-Ghazali, zoals imam Al-Qarafi, imam Al-Razi. Dat zijn mensen die we niet met alle respect voor de geleerden van vandaag de dag, die wij niet met de geleerden van vandaag de dag kunnen vergelijken. Dat zijn geleerden die niet alleen maar over die tools beschikken, maar die tools zijn een onderdeel geworden van hun manier van denken. Als we het hebben over Razi, hoe mij uitdrukken maar Razi. Razi is niet zomaar een kleine persoon. Hij is een toppersoon als het gaat om de islamitische theologie. De imam Ibn Taymiyyah, komen sommige mensen zeggen dat imam Ibn Taymiyyah had het fout. Wie ben jij om te zeggen dat imam Ibn Taymiyyah heeft het fout? Wie? Wat is hoe ziet jouw cv eruit? De imam Abu Hanifa of de imam Shafi'i of de imam Malik. Dat zijn geleerden die hun leven... hun bezittingen hebben opgeofferd omwille van kennis. Omwille van onze dien. Omwille van het verkondigen van de islam en het begrijpen van onze dien op de juiste wijze. Dus als moslims, als gelovigen, moeten we afstand nemen. We moeten afstand nemen van die discussies die ervoor zorgen dat de umma verder verdeeld raakt. Wij moeten afstand nemen van al dat verderf wat ervoor zorgt dat individuen als groepjes, als mensen onderling apart gaan opereren. Terwijl de sharia ons aanspoort om juist vast te houden aan de basis. Vasthouden aan de tawhid. Vasthouden aan de Koran. En vasthouden aan de sunnah van de profeet alayhi salatu wassalam. We gaan even een stap terug. Want dat was voor mij een uitweg. Omdat het vandaag weer opnieuw, die discussie weer opnieuw wordt gevoerd. Welke partij, welke groep, wie wel of niet gelijk heeft. En wie de waarheid claimt of niet. De islam is alhamdulillah ruim genoeg voor alle moslims met hun denkwijze, met hun ideologieën, met hun denkrichtingen en met hun wetscholen en met hun aqida richtingen, zolang ze maar binnen de kaders van Ahl Sunnah wal Jama'a blijven. En dat moeten we heel goed gaan beseffen en gaan ervaren. Als er meningsverschillen zijn tussen ulema, dan moeten het meningsverschillen blijven tussen de ulema, waar de leken geen toegang tot hebben. Want op het moment dat een leek zich daarmee bezig gaat houden, dan pakt het heel anders uit dan wanneer de ulema onderling daar met respect en op een wetenschappelijke manier met elkaar daarover in gesprek gaan. Wil je wel die rol van een alim, van een mujtahid vervullen, die zelf gaat oordelen, die zelf labels gaat uitdelen, die behoort niet tot Ahl Sunnah wal Jama'a, en die behoort niet tot dat, en die behoort niet tot dat, dan moet je over een aantal tools en instrumenten beschikken. Eén daarvan is Arabische taal. Is de Arabische imam Shatibi zegt, je mag je niet eens mee bemoeien als het gaat om theologische discussies, als je de Arabische taal niet eens machtig bent. Want de basis van onze dien is gebaseerd op de Arabische taal. De Koran is in het Arabisch geschreven en de Sunna heeft ons bereikt in Arabische keten. In de metten ervan, de inhoud, de tekst van de overleveringen van de profeet hebben ons in het Arabisch bereikt en niet in een andere taal.
En op het moment dat we het over Arabische taal hebben, dan hebben we het niet over assalamu alaikum, kayfa haluk, ana bi khair, hadhihi baqara, hadhihi dajaja. Dat is niet de Arabische taal waar we het over hebben. We hebben het over retoriek, al-balagha. We hebben het over nahw op de topniveau, grammatica. Want één verschil in fatha of een kasra kan de betekenis drastisch doen veranderen. Allah Azza wa Jalla zegt in de Koran: Ya ayyuha alladhina amanu idha qumtumu ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum. Bi, wat betekent die bi in het Arabisch? Voor wat is die bi? Bi in het Arabisch kan meer dan 12 betekenissen hebben. Op het moment dat je zegt: nee, ik pak de Koran en de Sunna, dan moet je mij kunnen uitleggen welke variant je hebt gebruikt hier, bi. En daarom Shafi'iyya is voldoende om een klein beetje te wrijven over hun haren. Dan zeggen ze, je hebt mesh gedaan. Want Allah Azza wa Jalla zegt bi, met een deel van je haren. De Malikiyya zeggen nee, volledig. Van begin van je haren tot het einde en weer terug. Dat is een mesh, want bi betekent als geheel. Neem je haren als geheel mee. Welke weg ga je kiezen? En als je A of B kiest, dan moet je mij uitleggen wat jouw methodologie is, waardoor je A of B hebt gekozen. Allah Azza wa Jalla zegt in of de profeet alayhi salatu wasallam, een bekend voorbeeld. Hij zegt innamal a'malu bin niyat. Al in het Arabisch kan ook meerdere betekenissen hebben. Al, een lidwoord in het Arabisch, kan verschillende functies hebben. Op het moment dat je zegt het is voor algemeen, het is voor een specifieke tijd, het is voor juist specifiek, voor een specifiek iets, voor een specifieke groep, dan moet je dat kunnen verklaren waarom je voor A of B of C hebt gekozen. Dat is wat wij noemen methodologie. Dit zijn de usool die nodig zijn om de Koran op de juiste wijze te begrijpen. Dus Arabische taal niet alleen maar in de zin dat je de Arabische taal kunt begrijpen, maar dat jij beschikt over de Arabische tools. Nahw, al-balagha, al-adab al-arabi, dat je de Arabische literatuur hebt bestudeerd. Al-shi'r. Geleerden vroeger en Arabieren, los van moslims of geleerden, hoe de Arabieren vroeger bepaalde termen hebben gebruikt. In welke context? De gedichten, dat je die volledig uit je hoofd kent of in ieder geval grondig hebt bestudeerd. Dat je al die zaken weet op het moment dat jij zelfstandig de Koran en de Sunna wilt bestuderen. Je dient te beschikken over ilmul qira'at. De variaties die wij hebben in de Koran, die allemaal authentiek zijn. Imam Nafi' leest op een andere manier en imam Asim leest op een andere manier. Welke qira'a kies je in je uitleg? Welke qira'a kies je in jouw interpretatie? Je moet in ieder geval op de hoogte zijn van de mogelijke qira'a die er zijn. De vertalingen die we hebben hier in Nederland en in alle Europese landen zijn over het algemeen allemaal gebaseerd op één riwaya van de 20. We hebben 10 qira'at, 10 qira'at en we hebben, elke qari heeft minimaal 2 rawis, 2 studenten. En die vertaling die je leest, 1, is een interpretatie van een persoon, gebaseerd op één riwaya, niet eens een qira'at, een halve qira'at. En dat is riwayat Hafs over het algemeen. We hebben 1 of 2 vertalingen in het Engels die gebaseerd zijn op riwayat Warsh. Maar buiten dat om zijn bijna alle vertalingen gebaseerd op 1 riwaya. En geloof me, mufassirun baseren zich niet alleen maar op 1 riwaya. Maar kijken naar alle qira'at, al-mu'taraf biha. Zelfs al-qira'at shadha. Al-qira'at die niet tot authentieke qira'at behoren. En dat is al een wetenschap aan zich. Iemand die de Koran en de Sunna zelfstandig wil behandelen, moet beschikken over usulut tafsir. Hoe doe je tafsir? Wat zijn asbab al-nuzul? Is ook een wetenschap aan zich. Ulum al-Koran. Wanneer is een bepaalde vers geopenbaard? Met welke reden is het geopenbaard? Is er sprake van een nasikh en al-mansukh? Is er sprake van dat sommige ahkam zijn opgeheven of sommige verzen die niet meer van toepassing zijn? Die zijn er. En nasikh en mensoog, hoe zit het daarmee? Zijn er specifieke hadith? En daarom moet je kennis hebben van de hadithwetenschappen. Niet alleen maar Bukhari en Muslim openstaan, want daarmee ga je niet ver komen, beste broeder of beste zuster. Je dient te beschikken over ilmu rijal. Wie zijn de autoriteiten op het gebied van hadith? Wie heeft deze hadith overleverd? Zijn ze betrouwbaar of niet? Kopie en paste kunnen we allemaal, maar je moet over die kennis beschikken.
En op het moment dat we een hadith hebben, is die hadith algemeen of specifiek? Kunnen we die hadith als een uitleg, als basis nemen voor het interpreteren van de Koran of niet? Want we hebben tafsir van de Koran met de Koran. En we hebben tafsir de Koran bij sunnah. We hebben een tafsir die wij geven aan Koranverzen op basis van sunnah. Wat betekent sunnah? Betekent sunnah het tegenovergestelde van fard? Want dat is de definitie van fiqh. We hebben fard en we hebben sunnah. We hebben sunnah volgens de muhaddithun. Dat is alles. Kullu ma udhifa ila nabiyyi min qawlin aw fi'lin aw taqririn. Zag onze hadith geleerde. Dat is een hele andere definitie. Of het sunnah volgens usuliyun, volgens de usul geleerden die zeggen het sunnah is een bron. Op het moment dat je iets tegenkomt in de sunnah, betekent dat je het wel mag doen. En dat het goed is om te doen, of betekent dat het verplicht is? Wat denken jullie zelf? Op het moment dat je iets in de sunnah tegenkomt, betekent dat dat verplicht is? Of betekent dat je het mag doen en dat je daar beloning voor krijgt? Eerste of de tweede? De tweede, nee. Eerste ook niet. Soms kan dat zijn en soms kan dat zijn. Soms kunnen we zaken in de sunnah tegenkomen die verplichting aanduiden. En soms kunnen we zaken tegenkomen die sunnah aanduiden. Hoe ga jij dat weten? Als je de context niet kent. Als je het grotere geheel niet begrijpt. Hoe ga je dat kunnen begrijpen? Het staat in sunnah. Het staat in Bukhari, broeder. In Bukhari hebben we overleveringen die in die eerste instanties tegenstrijdig lijken te zijn. Hoe ga je dat oplossen? Om een voorbeeld te geven. Allah, de profeet alayhi salatu wassalam. Hij zegt, wie te laat komt, wie aansluit bij een gezamenlijk gebed. Wie bij een gezamenlijk gebed aansluit. In één hadith, in één riwaya, zegt de profeet alayhi salatu wassalam, faqdu ma fatakum, wat jullie gemist hebben, faqdu. En in een andere riwaya staat fa'atimu. Wat betekent faqdu? Faqdu betekent haalt in. Heb je twee raka'at met fatiha en surah gemist, dan moet je dat nadat de imam klaar is, inhalen. Je dient dus de eerste twee raka'at die je hebt gemist, in te halen. In andere riwaya zegt de profeet iets anders, precies tegenovergestelde. Fa'atimu, maak het af. Met andere woorden, de eerste twee raka'at. Stel je voor dat je dhuhr hebt gemist, of twee raka'at van dhuhr hebt gemist. Dan zijn die eerste twee raka'at voor jou die je met de imam meebidt, dat zijn jouw eerste raka'at. Dat heeft consequenties op het moment dat je opstaat. Ga je al-Fatiha en Sora reciteren? Of ga je alleen maar al-Fatiha reciteren? Los het van mij op. Met welke methodologie? Ik kan zeggen, ja, ik kies dat. Waarom? Omdat het beter is. Waarom is het beter? Omdat het mij beter uitkomt. Waarom komt het jou beter uit? Dit is qala Allah en qala Rasulullah. Allah Azza wa Jalla zegt in de Koran, la taftaru ala Allah al-kadhib. Lieg niet over Allah subhanahu wa ta'ala. Op het moment dat je A of B zegt, dan moet dat gebaseerd zijn op kennis en op bewijs. Op basis van dalil en niet op basis van wat jij vindt of wat je denkt dat het goed is. Denken en misschien, Allahu a'lam, hebben we niet in onze dien. Of je weet het niet. Als je het niet weet, dan is het heel makkelijk. Geen probleem. Allah zegt, fas'alu ahl al-dhikri in kuntum la ta'lamun. Hou je mond en ga naar de geleerden. Zeg, beste geleerde, ik zit hiermee vast. Wat moet ik doen? En zijn antwoord is jouw bewijs. Je hoeft zelf de Koran en de Sunnah op dat vlak niet te begrijpen. Hoeft niet. Kan. Mag. Het is goed. Het is zeker een aanbevolen zaak. Maar het is voor jou niet een noodzaak om het te begrijpen. Dus de Koran en Sunnah begrijpen is niet zo eenvoudig als veel mensen denken. Zijn we nu klaar? Nee. We hebben heel veel andere wetenschappen die je zou onder de knie zou moeten krijgen. Om de functie van een mujtahid aan te nemen. Om te zeggen, ik heb niemand nodig. Ik ga zelfstandig aan de slag. We hebben al-balagha. We hebben al-mantiq. We hebben usul al-fiqh. We hebben al-fiqh zelf. Wat zeggen de geleerden? Wat zeggen de wetscholen hierover? Wat zeggen de topgeleerden die de geschiedenis hebben verrijkt met hun kennis? Wat zegt de imam Abu Hanifa hierover? Wat zegt de imam Shafi'i hierover? Wat zegt de imam Malik hierover? Wat zegt de imam Ahmed ibn Hanbal hierover? Wat zeggen andere geleerden die ook op het niveau van de imam Malik en imam Abu Hanifa en imam Shafi'i waren, maar nooit zo bekend zijn geworden als die vier? De imam al-Auza'i bijvoorbeeld. De imam al-Hasan al-Basri, radiyallahu anhu. Die had ook een eigen mening, een eigen interpretatie. Imam al-Bukhari had ook een eigen interpretatie. Wat zeggen de geleerden hierover?
En dan pas, als jij op hun niveau bent en je zegt, ik heb naar zijn argumenten geluisterd, ik heb naar zijn argumenten geluisterd, ik heb naar zijn argumenten geluisterd, ik heb naar zijn argumenten geluisterd en ik heb gebruik gemaakt van de gereedschappen die ik heb en ik heb de Koran en de Sunna bestudeerd en ik ben vanwege een bepaalde methodologie die ik hanteer, ben ik tot de conclusie Z gekomen. Totaal iets anders dan wat die geleerden hebben gezegd. Zo kunnen. Dan moet je wel over heel wat kennis beschikken om die functie te kunnen vervullen. Sorry dat ik een beetje luidruchtig ben, want dit onderwerp is iets wat belangrijk is. Het bepaalt jouw weg naar Allah subhanahu wa ta'ala. Het draagt bij aan die eenheid en die umma, en die eenheid van de umma die wij hier in het bijzonder in het Westen en in Nederland keihard, maar dan ook keihard nodig hebben. Want op het moment, dat is een belangrijke punt, op het moment dat wij zien dat er meningsverschillen zijn in sharia, in de fiqh, in het specifiek. Betekent dat dat één van hen gelijk heeft? Nee. Want Allah azawajal heeft het opengelaten. Ze hebben allemaal de nodige inspanning getoond. De juiste gereedschappen ingezet om tot een bepaalde conclusie te komen. En die conclusie is voor degene die het volgt, de sharia. De conclusie die geleerde B heeft bereikt en de volgelingen ervan die volgen, is het voor hun een sharia. Met andere woorden, ze zijn allen correct. Maar wat niet correct is, om het ene moment dat te gebruiken en het andere moment te switchen naar totaal iets anders. Het andere moment komt dit mij beter uit en het andere moment komt dat beter uit. Nee, zo werkt dat niet. Want wat is een madhab? Heel veel mensen zeggen, we hebben wat een madhab? We hebben geen madhab nodig. We hebben Koran en Sunna. Waarom ga ik naar imam Malik luisteren terwijl ik naar de profeet zelf kan luisteren? Naar wie zat imam Malik te luisteren? Op basis waarvan zegt imam Malik iets? Op basis van de Torah? Op basis van de Injil? Op basis van de Bijbel? Op basis van de Koran en de Sunna? Alleen die man had kennis. Die man had kennis waardoor hij de functie van een mujtahid had. Imam Abu Hanifa. Imam Malik heeft bij 70 tabi'in onderwijsgenoten. Niet tabi'in. Wie zijn dat? Tabi'in zijn de kleine kinderen van de metgezellen. 70. Die hem allemaal ijazah hebben gegeven. Ijazah zou je nu vandaag de dag kunnen vergelijken met een PhD. Niet een certificaat, niet een bachelor, niet een MBO of een HBO-diploma. Je zou het kunnen vergelijken met een PhD. Hij heeft een DR voor zijn titel in dat specifiek vakgebied. En wie heeft hem die toestemming gegeven? Dat zijn de kinderen van de metgezellen die de kennis van de metgezellen hadden overgenomen. En metgezellen hadden die kennis direct van de profeet alayhi salatu wassalam. Imam Abu Hanifa, wa madrakam al-imam Abu Hanifa is geen kleine persoon. Die man was een autoriteit op het gebied van islamitische wetenschappen en islamitische kennis. Hetzelfde geldt voor imam Shafi'i. En als laatste komt imam Ahmed ibn Hanbal ook in volgorde. Niet qua niveau, maar qua leeftijd. Hij is de jongste van hen allemaal. En je ziet dat ze elkaar op een respectvolle manier behandelden. Ze hadden allemaal respect voor elkaar, ongeacht de meningsverschillen die zij hadden. En ik wil om af te sluiten, want mijn idee en mijn intentie was niet te spreken over de madahib of wat dan ook, maar het kwam ter sprake en daarom heb ik het benoemd. Want wanneer spreken we van een madhab? Spreken we van een madhab over bijvoorbeeld de vijf zuilen? Zeggen we madhabul imam Malik en salat al-dhuhri arba raka'at? Kunnen we dat stellen? Is een vraag. Kunnen we zeggen, volgens imam Malik bestaat al-dhuhr uit 4 raka'at? Wie zegt ja? Hand omhoog. En wie zegt nee? Hand omhoog. Jullie zijn neutraal, mashallah. Zwitserland. Even nu, probeer mee te doen. Als wij zeggen, حينما نقول بأن الإمام مالك يرى أن الصلاة الظهر 4 ركعات. هل هذا القول صحيح ولا لا؟ لا. علاش؟ هذا مش رأي الإمام مالك. هذه هي الشريعة. This is the wetgeving. This is الشريعة. متى نقول بأن رأي أو مذهب الإمام رأي. الرأي شيء آخر. الرأي اسم meaning. مذهب is what anders. مذهب is een conclusie op basis van het toepassen van een bepaalde methodologie. Iemand zegt, waarom moet ik de mening van een geleerde volgen? Ik wil bijna zeggen, een lege hoofd, dat gaat niet om een mening van een geleerde. Het gaat om
de methodologie die hij heeft toegepast om tot een bepaalde conclusie te komen. Dit is wat imam Malik zegt. Imam Malik zegt, het is niet mijn mening. Het is de, alsof ik gereedschappen heb gebruikt om tot een bepaald product te komen. En dit is mijn product, sorry. Dit is mijn conclusie. Dit is een wetenschappelijke conclusie die getrokken wordt. Duidelijk? Dus imam Malik heeft geen mening. En zeker niet over zaken waar geen meningsverschillen over bestaan. En daarom is het fout om te stellen dat het volgens de madhhab al-Maliki dat de dhuhr 4 raka'at is, want daar is geen meningsverschil over. Wanneer kunnen we zeggen, madhhab Malik is dit, of madhhab Shafi'i is dit, of madhhab imam Abu Hanifa is dit? Wanneer er sprake is van een vers of van een bewijs die voor interpretatie vatbaar is. حينما يقع الخلاف نقول بأن مذهب العالم الفلاني كذا ومذهب العالم الفلاني كذا حينما يقع الخلاف لاستنباط الحكم المجتهد هو الذي يستنبط الأحكام من الأدلة الشرعية نقول لك درست وبحثت واستعملت أدوات الاستنباط فوجدت أن الحكم هو كذا وكذا ماشي في الأمور المتفق عليها فإذا أستخاط من الميني سوسخيلة إن المذهب إن دفق ده خاطت نيت أوفر ده ألخمين الزاكة دي باي إدرين ألخمين بكنت إس مار خاطت ياشت أوفر زاكة دي فور انتربتاتي فاتبا زي مات أندر وورد يكن سو أوفر سخيلة مانيرة انتربتيرة الله عز وجل هيفت زو خفيلت وات كنو فدران دون En daarom, die alim, die sheikh, die geleerde komt tot conclusie A. En de andere geleerde zegt, sorry, ik heb andere instrumenten ingezet en ik ben tot de conclusie B gekomen. Waarom moet iemand anno 2023, die een vertaling, de edele Koran, de blauwe boek, gebruikt. En sunnah.com, de Engelstalige versie van de hadith. En zegt imam Malik, wat imam Malik? Kijk, het staat in de Koran en de sunnah. Terwijl wanneer we spreken over het madhhab van imam Malik of van imam Abu Hanifa of Shafi'i of Ahmad ibn Hanbal. Dan spreken we over een reeks geleerden, majmu'a min al-ulama. Min al-usur al-ula ila asrina hadha. Het zijn talloze geleerden, honderden duizenden geleerden door de geschiedenis heen. Vanaf de tijd van de profeet alayhi salatu wassalam tot de dag van vandaag. Zelfs in de tijd van de metgezellen hadden geleerden onderling. Zaghada madhhab ibn Umar, radiyallahu anhu. Hij was bekend om zijn eigen interpretatie. Abu Bakr had een hele andere interpretatie als het gaat om specifieke versen. Ze hadden meningsverschillen onderling. En op het moment dus dat wij zeggen, ik doe dit volgens deze, want dat is de sunnah. Dan is dat de sunnah volgens een begrip van een van de geleerden. En je moet altijd een weg kiezen. En dat is madhhab ilayhi fulan. En dat wordt madhhab genoemd. Wat een geleerde als leidraad heeft genomen in zijn interpretatie. Maar waren die geleerden vijanden van elkaar? Waren die geleerden elkaars vijanden in die zin dat zij allemaal de waarheid claimden en die zeggen jij bent fout en ik zit goed. Zelfs zij hadden respect voor elkaar. Laten we een aantal voorbeelden. Maar misschien om te zeggen dat de metgezellen dat niet hadden, wil ik even één voorbeeld halen uit het leven van de metgezellen Ridwanullahi alayhim ajma'in. Ibn Mas'ud bad achter Uthman radiyallahu anhu. Beide zijn metgezellen. Uthman radiyallahu anhu was van mening dat je wanneer je op reis bent, dat je het gebed niet hoeft in te korten. Dat je het als geheel dient te bieden. Dus je doet geen qasr, maar je bidt het volledige gebed. En Ibn Mas'ud zag precies of was van mening dat het precies tegenovergestelde moest zijn. Dat je juist moest inkorten. Maar toen hij achter hem bad, zei hij, hij heeft het afgerond, dus hij heeft de imam daarin gevolgd, in dit geval Uthman radiyallahu anhu. En hij zei, al-khilafu shar, terwijl hij zelf een andere mening had. Maar hij heeft datgene gedaan wat de imam Uthman radiyallahu anhu, wat Uthman radiyallahu anhu heeft gedaan, om duidelijk te maken dat het hier niet om verdeeldheid gaat, of om de waarheid die diegene claimt, maar dat slechts zijn persoonlijke interpretatie was. Een ander voorbeeld. Imam Ahmad ibn Hanbal radiyallahu anhu was van mening dat wanneer je bloedneus krijgt, dat je wudu ongeldig is.
Maar imam Malik is van mening dat dat niet het geval is. Al bloed je, dan is dat niet een van de nawakir wudu, oftewel zaken die de wudu doen verbreken. En toen hij hier een vraag over kreeg, iemand, een van zijn studenten vroeg aan hem, hij zei tegen hem, ja imam, mag ik achter een imam bidden die van mening is, die van mening is dat wanneer iemand bloedneus krijgt, dat dat wudu niet verbreekt. Want wat betekent dat? Stel je voor, je bidt achter een imam die van mening is dat dat niet het geval is. En jij volgt de mening dat dat wel het geval is. Dat betekent wanneer die imam bloedneus krijgt, dat jouw gebed, zijn gebed en jouw gebed ongeldig zou zijn. Wat zegt zijn alim, wat zegt zijn sheikh, imam Ahmed ibn Hanbal, die heel veel mensen pretendeert te volgen, maar niet hetzelfde gedrag vertonen als imam Ahmed ibn Hanbal. Wat zegt hij? Hij zegt, kayfa la usalli khalf al imam Malik wa Sa'id ibn al-Musayyib. Hoe kan ik niet bidden achter imam Malik, deze topgeleerde, en Sa'id ibn al-Musayyib, dat was een andere van de tabi'in, die ook dezelfde mening had. Hij zegt, hoe kan ik niet achter deze mensen bidden? Met andere woorden, wat voor een vraag is dit? Hiermee creëer je verdeeldheid. Hiermee creëer je spanningen binnen de gemeenschap, terwijl het allemaal correct is. Dat wil niet zeggen dat je mag switchen, maar je moet het niet als een middel te beschouwen om de ander als fout te bestempelen. Al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, hij zag dat, hij zag al-Qunut. Al-Qunut is de dua die wij doen in het gebed. Sommigen zijn van mening dat het na witter gebed is. Sommigen zijn van mening, zoals imam Malik, is van mening dat het tijdens fajr gebed is. Dus op het moment dat je fajr bidt en opstaat van de tweede rukoor, de laatste rukoor, op het moment dat je opstaat van rukoor, doe je dua al-Qunut. Dua al-Qunut. En want er zijn daar allemaal bewijzen voor, en geleerden gaan op verschillende manieren met die bewijzen om. Toen imam Shafi'i radiyallahu anhu bad, heeft geen qunut toegepast. Maar kijk wat interessant is. Kijk wat de reactie is van imam Shafi'i. Want hij bad in de nabijheid van het graf van imam Abu Hanifa radiyallahu anhu. En bij imam Shafi'i is al-qunut sunnatun mu'akkada, is een zeer benadrukte sunnah. Toen hij hierover werd gevraagd, ja imam, wij weten dat u van mening bent, volgens het bestuderen van Koran en Sunna, dat u van mening bent dat al-Qunut een benadrukte Sunna is. Zijn antwoord was, hoe kan ik van de mening van imam Abu Hanifa afwijken terwijl ik in zijn omgeving ben, in zijn buurt ben, waar hij is begraven. Uit respect van imam Abu Hanifa, terwijl hij in zijn graf ligt. En wij verketteren en sluiten elkaar uit vanwege meningsverschillen die we hebben. Waar blijft die respect? Waar blijft die genegenheid, barmhartigheid? Waar blijft die netheid van de sharia, van onze dien? Waarover de profeet zegt, inna ma bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Ik ben slechts neergezonden om het nobele karakter te vervolmaken. Ik geef dit als tip mee en dan ga ik echt afsluiten, want daar valt heel veel hierover te zeggen. Elke persoon die je ziet, die je hoort, ongeacht de lengte van zijn baard, ongeacht waar hij gestudeerd heeft, op het moment dat je ziet dat hij geleerden verkettert, dat hij gelovigen bestempelt met al-bid'a, met al-fisq, met dalal, op het moment dat hij de waarheid claimt en zegt, ik heb de waarheid, ons groepje is correct en de rest is dwalend. Degene die zeggen, al-Asha'ira zijn dwalend, al-Maturidiyya zijn dwalend, of al-Asha'iri die zeggen, al-Hadith en de volgelingen van Ibn Taymiyyah zijn dwalend, neem afstand van die mensen. Want die mensen hebben niks van de sharia begrepen. Die mensen hebben niks van al-aqida begrepen. Al-aqida brengt harten dichter bij Allah azza wa jalla. Al-aqida brengt de harten van de gelovigen bij elkaar. En niet elkaar uitsluiten, elkaar verketteren. En mensen juist van Allah azza wa jalla verwijderen. Wallahi, we hebben mensen die de islam hebben verlaten vanwege dit soort figuren. Wallahi, we hebben mensen die een hekel hebben gekregen aan ulama en geleerden vanwege dit gedrag van dit soort mensen. Die enkel en alleen bezig zijn met anderen. Met anderen verwijten, met anderen corrigeren, met anderen bekritiseren, op anderen letten. En wie de aura van een ander let, Allah azza wa jalla zal al zijn fouten, al zijn tekortkomingen blootstellen. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Men tatabba'a awrati nasi, tatabba'a Allahu awratah. Wie de awrat van mensen, hun fouten, hun tekortkomingen
volgt en op zoek gaat naar wat mensen fout doen, Allah azawajalla zijn fouten, zijn tekortkomingen blootstellen. Mocht Allah azawajalla ons behoeden. En excuses dat het iets langer heeft geduurd. نعتذر عن الإطالة لأن هذا الموضوع موضوع هام وهو موضوع الساعة لأن شبابنا أيها الإخوة والله في حيرة من أمرهم اسمعون كلاما من هنا ومن هناك الكل يبدع الكل يفسق الكل يضلل فقلنا نوضح هذه المسائل ليعرف الشباب ما ينبغي أن يعرفوه لأن هذا هو الدين وهذا هو الطريق المستقيم الذي تعلمناه من مشايخنا ومن علمائنا والعلماء تعلموه من 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 علمائهم حتى التابعين وحتى الصحابة رضوان الله عليهم وهم أخذوا ذلك من النبي أو من عند النبي صلى الله عليه وسلم فالله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى صلى الله عليه وسلم أن يجمع شملنا وأن يوحد صفوفنا إنه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.